beetje in stijl beginnen, Martin Bosma. Graag, ik ben er klaar voor. Martin Bosma, socialist. Nee. Populist, hè, geloof ik, als ik de verzamelde media moet geloven. Eigenlijk ben ik gewoon een ouderwetse sociaaldemocraat, maar mijn tak van sport bestaat niet meer, geloof ik. Want daar komt het vandaan. Dat is de bezieling, hè? Daar van Oost-Knollendam en Noord-Holland. Ja, ben je er ooit geweest? Nee, maar nee. Kent gebied is een heel mooi gebied. Ja, de Zaanstreek is een heel mooi gebied. Het is eigenlijk één rivier, de Zaan, met aan weerszijden fabrieken. En daar werken heel veel mensen. Het is het oudste industriegebied ter wereld. Dat leerden wij op de lagere school. Dat komt vanwege al die molens. En er staan heel veel fabrieken. Albert Heijn en Duivis en alles vind je daar. En het is van oudsher de rode Zaanstreek. De CPN haalde daar tot 20 jaar geleden, ik denk in sommige gebieden 20, 30, 40% van de stemmen. En dat waren zij van Bosma thuis ook? Wij waren niet van de CPN-familie, maar wij zijn van huis uit ouderwetse sociaaldemocraten. Mijn opa echt de rode zeil nog. NVV, SDAP... Het Volk, het zegt u hoogwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Het Volk was een sociaal-democratische krant. Ja. En wat hou je daarin over? Dat is een beetje mijn plaats in het politieke spectrum eigenlijk. Zo voel ik dat. En de oude sociaaldemocraten, dat waren mensen die aan de ene kant vonden dat de overheid wel iets moest doen om de zwakkeren te beschermen. Maar die op sommige punten, wat we tegenwoordig heel rechts zouden noemen, waren fel anticommunist. Mijn opa die deed in de vakbond, de NVV. Een van de voorlopers van de FNV heel erg zijn best om de communisten buiten de deur te houden, want daar moesten ze niets van hebben. En toch verzet de PVV zich zo heftig tegen de Partij van de Arbeid, terwijl daar mensen zitten die claimen dezelfde achtergrond te hebben. Ik noem bijvoorbeeld Hans Pekman van de Partij van de Arbeid. Ja, maar in wezen de SDAP-familie. Er zijn oude links. Ja, zij zijn oud links. Ja, maar ja, kijk, zoals ik het zie, er is een machtsovername geweest van de Partij van de Arbeid door een clubje in wezen cultureel marxisten, dat heette Nieuw Links. Die hadden tamelijk extremistische gedachten. De DDR moest erkend worden en ze streefden naar vorm van socialisme, gelijkheid van werkgevers en werknemers. En hadden een grote hekel aan de koningin, een grote hekel aan Amerika, een grote hekel aan Israël. En die hebben de boel overgenomen zo rondom 1970. En toen is die PvdA eigenlijk van het padje geraakt. En is het eigenlijk een behoorlijk linkse partij geworden. Belangrijk jaartal naast 1968. Maar jouw held is nog van veel vroeger. Jacques de Cat. Een keurige zoon uit een Joods zakengeslacht in Os, Brabant. Schrijver van een belangrijk boek uit 1939. Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Ja. En voor de jongere luisteraars, leg eens even uit waarom die man zo'n held is geworden voor Martin Bosma. Nou, Jacques de Cat was iemand die al ver voor de oorlog, eigenlijk al vanaf 1933, keihard was tegenover Hitler. Het was van huis uit een communist. Hij is later richting de SDAP gegaan, dus een voorloper van de Partij van de Arbeid. En terwijl heel Nederland nog in staat van ontkenning was over Hitler, riep Jacques de Cat al in 1933, jongens, we krijgen oorlog. En in 1935 pleit hij zelfs voor een preventieve oorlog tegen Hitler. En iedereen wees op zijn voorhoofd. Want men zei, ach, dat komt allemaal wel goed en maak je niet zo druk. En de oude de Cat zat dus al voor de oorlog in het verzet. En na de oorlog, toen hij bijvoorbeeld buitenlandwoordvoerder was van de Partij van de Arbeid. Een belangrijke denker, eigenlijk de enige echte denker van de Partij van de Arbeid. Was hij fel tegen het communisme en hield er tamelijk harde ideeën op na. Hij wilde gewoon dat mensen van de CPN in werkkampen werden gedouwd. Een stuk of 10.000 geloof ik. Nog weer iets later, toen de opstand van mei 1968 uitbrak, was hij er ook niet enthousiast over. En hij vond het allemaal maar capitulanten. Zat de Cat in het verzet tegen het communisme en het fascisme op eenzelfde manier als de PVV in verzet is tegen, ja, wat jullie noemen de islamisering? Nou ja, ik zie de parallellen wel. Ik bedoel, ik zie ook de parallellen tussen het nationale socialisme en het communisme en de islam. Dat zijn totalitaire ideologieën die weinig ruimte overlaten. Zowel niet op staatkundig gebied, hè, dus zeg maar politiek gebied, als op persoonlijk gebied. Het zijn totalitaire gebieden. En ik zal niet vooraan staan om ons te vergelijken met mensen uit het verleden. Maar ik vind wel een zekere inspiratie in mensen zoals de Cat. Gebruik je ook bij wijze van provocatie? Hitler, socialist, dat is vragen om moeilijkheden van historici die dat direct weten te weerleggen. Van hysterici wilde je eigenlijk zeggen, volgens mij. Ja, ik ging net nog, voordat ik hier naartoe kwam, ging ik even nog even wat drinken. Want ik was even bezig geweest. Ik wilde wel een slokje gebruiken. Sta ik aan de bar in het ledenrestaurant naast Paul Ulenbelt en van de SP. En die zei van, ja, ik heb het boek gelezen.
Mevrouw durfde niet in de winkel te kopen, maar ik heb het besteld bij bol.com. En die zei van, hoe kun je dat nou zeggen? Hitler een socialist, dan weet je niet wat socialisme is en je weet ook niets van Hitler. Nou ja, daarna moest ik er weg om naar hier te komen, maar bij sommige mensen, en daar stip je wel iets aan, ligt dat gevoelig. Ik doe het niet om te provoceren, maar ik wil, het nationale socialisme is heel erg bijna een beetje de grondtoon van het linkse levensgevoel. Zo van, omdat Hitler rechts was, zijn wij links, dat zit er vaak achter. En de tweede reden waarom ik het wil gebruiken is dat je heel vaak decreet, en dat speelt eigenlijk de laatste 30 jaar, iedereen in Nederland die iets negatiefs heeft gezegd over de massa-immigratie krijgt een stempel op zijn voorhoofd. Extreem rechts. Nou, mijn stelling is dat extreem rechts helemaal niet bestaat, dat het een verzinsel is. Want als je kijkt dat wat extreem rechts was, Adolf Hitler, zie je een socialist. Adolf Hitler was een socialist. Hij was van de nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij. En Jacques de Cat die beschrijft het al in het Fascisme en de Nieuwe Vrijheid. Die zegt, maar als fel anti-Hitlerman, hè, Jacques de Cat. Ja, nee, die had geen goed woord over voor Hitler natuurlijk. Andere historici merken op dat Hitler natuurlijk ook een man was met een enorme dubbele agenda. Die dat socialisme bij het nationalisme had geplakt ter paaiing van het volk. Nou, dat is dan een stelling dat Hitler het uit propaganda deed. Maar als je gewoon als je bijvoorbeeld kijkt in dagboeken van Goebbels en Göring. Hè, bijvoorbeeld Goebbels als de Sovjet-Unie wordt ingevallen in 1941. Schrijft hij in zijn dagboek van, nou, nu gaan we het nieuwe socialisme daar vestigen. Het echte socialisme. Nou, dat is geen propaganda meer. Want dat schrijf je gewoon in alle vertrouwen op in je dagboek. Dus ik denk dat het gewoon echt socialisten waren. En zo noemden ze zichzelf ook. En ze hadden zeer socialistische maatregelen. De economie moest de staat gehoorzamen. De staat bepaalde hoeveel suikerbieten er geteeld werden. De staat bepaalde welke bedrijven mochten overleven en welke niet. Ze hoefden niet genationaliseerd te worden. Een planeconomie. Want er was een volledige planeconomie. Dus de verschillen op economisch gebied tussen Hitler, Duitsland en Stalin, het communisme, waren uiterst minim. Maar dit is een vrij theoretische exercitie. Welk label je ergens opplakt. We weten allemaal waar het toe geleid heeft. Hitler, Duitsland. Maar de ondertoon is in het hele boek dat wij kennelijk de geschiedenis verkeerd begrepen hebben. Ja, op dit vlak en verkeerd labelen ook. Want ja. je hebt een opdracht in het boek. Daar begint het mee. Jesaja 5 vers 20. Wee degene die het kwade goed heten en het goede kwaad. En dat is eigenlijk de ondertoon van het hele boek. Ja. Het zet de wereld een beetje op zijn kop voor mensen die dachten te weten hoe het zat. Ja, tenminste, dan probeer ik het te verwoorden zoals jij het doet. Ja, dat klopt wel. Ik kijk fundamenteel anders aan tegen heel veel dingen zoals die ons worden verteld. Het citaat uit Jesaja gaat eigenlijk ook een beetje over de linkse mensen. Want een van mijn stellingen is eigenlijk dat de elites van Nederland links zijn. En dat links dus overal aan de macht is. Dat in Den Haag het nu even anders is, is eigenlijk maar van marginaal belang. Maar links is overal aan de macht. En de link. Nou ja, niet in de regering heb ik het idee. Nee, dat is wat ik net zeg. In Den Haag is het nu even anders. Dat is en de parlementaire geschiedenis van naast 1970 wijst toch ook uit dat er heel veel rechtse coalities zijn geweest? Sterker nog, de meeste coalities zijn rechts geweest. Ik geloof dat de VVD van de afgelopen 30 jaar er 20 heeft gezeten. Maar mijn stelling is dat de macht in Den Haag niet het allerbelangrijkste is, maar dat de macht ook op andere plaatsen in de samenleving aanwezig is. En dat daar links de boventoon voert. Dat zie je in de academische wereld. Je ziet het ook in de media. Je ziet het bij de rechters, maar je ziet het zelfs bij de politie en op allerlei andere gebieden. Ik wil dan even Joost Zwageman aanhalen. Een van de gewetens van links. Man die ook graag in de eigen boezem van links tast. Die vindt heel interessante elementen in je boek. Maar zegt dan ook, ja, met Hitler gaat hij door de bocht. En dat maakt dat je het boek niet helemaal serieus wenst te nemen. Nou, kijk, mijn these Hitler was een socialist is niet zo origineel. Ik bedoel, ja, ik heb vrij lang in Amerika gewoond. Daar is het redelijk bon ton. Daar verschijnen de boeken over. Ja, in Nederland is dat nog een verhaal waardoor mensen op hun achterhoofd gaan krabben en zeggen van, hé, wat is er aan de hand? Maar ja, ik baseer me op Jacques de Cat. Ik baseer me op Friedrich von Hayek. Op J.A. van Doren, een bekende Nederlandse socioloog. Heel veel mensen hebben erover geschreven. Het enige wat ik gedaan heb, is dat eens even op een rijtje gezet. En de enige reactie die ik daarop krijg, ja, is dat mensen verontwaardigd zijn. Maar als ik zeg van, nou, dit zijn gewoon de feiten. Ja, kom daar met je eigen informatie tegenover. Dan hoor ik daar niet zoveel over. We hebben een andere kenner gesproken. De man die volgend jaar de PC Hoofdprijs krijgt. En 1999 al is uitgeroepen tot journalist van de eeuw. Man die de kat ook nog wel heeft ontmoet. Henk Hofland. Kijk, om te beginnen wil ik
absoluut de PVV in geen enkel opzicht vergelijken met de NSB of wat voor nazi-achtige partijen dan ook. Maar het gaat over de tournure, de draai in het denken. En ik dacht aan een heel goed essay van Menno ter Braak, Het Nationaal Socialisme als Rancuneleer. En daarin legt ter Braak uit hoe de rancune tot motor van de politiek kan worden. Hoe politici zich geïnspireerd voelen door een tekort aan levensbeschouwing. In ieder geval, en dat tekort, dat is de oorzaak van hun wrok. En ze koesteren hun wrok. Zonder die wrok zijn ze er niet meer. Goed, dan dat essay daaraan vooraf gaat een motto. Dat is een gedicht van George Ketman, de toenmalige hoofdredacteur van Volk en Vaderland. Dat heet De Wijze Katers. Dat is een mooi gedicht. Goed gedicht van die Ketman. Het begint met daar zit gij wijs. Men koestert uw zachte huid en dan opeens, daar komen wij en daar gaan uw nagels uit het weekfoederaal. Nu komen wij, wij durven jullie haten. Dat is de laatste regel. Nou, en dat is, Bosma had zijn eerste column in de NRC en daar maakt hij een signalement van zijn tegenstanders. En dat zijn dan mensen die hun kinderen vervoeren op bakfietsjes. Hè, van die kinderbakfietsjes van de fietsfabriek, geloof ik dat ding heet. En nog meer van die schablone dingen die kennelijk zijn haat wekken. Dat zijn schijntegenstanders. Het is niet de schijnelite, het zijn de schijntegenstanders van deze, overigens heel redelijk schrijvende, goed belezen man. Hij zou met zijn eruditie beter moeten weten. Hij haalt uitvoerig Jacques de Cat aan. Ja, nee, ja maar een groot boek van de Cat is Het fascisme en de nieuwe vrijheid. En daarin heeft hij een diagnose van het fascisme. Hij zegt, kijk eens, het is natuurlijk wel een leer die je niet moet aanhangen, maar je moet ook kijken wat er gezond en sterk is in het fascisme. En hetzelfde wordt geschreven door Sebastian Hafner in Anmerking zu Hitler. Hij zegt, kijk eens, het is natuurlijk niet zo'n wonder dat Hitler een enorme hoeveelheid aanhang kreeg na 1933. Want wat was Duitsland? Een land dat de nederlaag had geleden, dat er niet bovenop kon komen. En dan komen die nationaal socialisme, de werkloosheid verdwijnt. En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat zoveel Duitsers toen weer een hart onder de riem gestoken werd. En dat ze een nieuw gevoel van eigenwaarde kregen. Maar daarmee is opnieuw Nederland van nu toch niet te vergelijken? Nee, maar dit is een land dat boordevol ontevredenheid zit en boordevol mensen die het gevoel hebben dat ze veel beter verdienen dan de maatschappij hun nu geeft. En ze koesteren de rancune. En dat is de kortsluiting met de braak. Maar schrijft Martin Bosma dan niet naar die rancune toe? Nou ja, kijk eens, als je de politieke carrière wil maken, dan is dat een deel van je brandstof. Hoe meer rancune, hoe beter. Alleen, dat zal hij nooit toegeven. Maar wat de PVV wil, ja wat? Een moslimvrij Nederland? Hoe willen ze dat doen? Hoe willen ze een miljoen moslims deporteren? En bovendien, het gaat helemaal niet zo slecht met de islam als men daar zou willen. Klinkt wel absurd, maar het is zo. Men heeft baat bij, moslims die hun buurman hersens inslaan. Het is wel vreselijk, maar het is zo. En er zijn tal van Nederlanders die hetzelfde doen. Maar ja, god, daar bouw je geen politiek op. Maar het is overal. Het is ook in België. Het is in de hele westelijke wereld. Nou ja, kijk, ik heb nou die Tea Party een tijd gevolgd in Amerika. Jezus Christus, wat een ellende is dat zeg. En wat ze willen, valt niet te verwezenlijken. En waar het op uitdraait is belastingverlaging voor de rijken. Opnieuw. Geen vergelijk tussen de NSB en de PVV, nee. Maar wel met de Tea Party?
Ook niet, nee. Amerika is een totaal ander land. Wij hebben geen Alabama, Mississippi, Georgia en zulke soort zuidelijke staten. Wij hebben geen segregatie gehad. We hebben een hele andere politieke cultuur. Dat laatste moet je om te beginnen al aanspreken, Martin Bosma, omdat je Amerika heel goed kent natuurlijk. Ja, die Tea Party, dat heeft geen Nederlandse parallel. Die Tea Party is ook veel meer economisch gedreven, terwijl wij veel meer, als PVV, veel meer cultureel gedreven zijn. En die Tea Party bestaat ook in het Amerikaanse politieke landschap, dat heel sterk een cultuur heeft van, hè, van don't fence me in. Die centrale overheid in Washington, die is slecht. En wij willen gewoon die staten het liefst zo los mogelijk, ja, een beetje zoals Amerika eigenlijk begonnen is. Maar je zat af en toe ook te glimlachen bij het betoog van Henk Hofland. Ja, dat is wel een leuke analyse. Kijk, hij zegt, hij beschrijft ons of lijkt te stellen dat wij gedreven zijn door rancune. Ja, dat, de motor zelfs. Ja, nou, dat herken ik niet. Wij koesteren onze wrok, zegt hij. Ik herken dat niet. Ik word niet gedreven door rancune. Ik maak me gewoon zorgen over een aantal zaken in de samenleving en probeer dat te veranderen. En mijn fractie is een redelijk vrolijke club en ik werk al 6 jaar lang zo ongeveer dag en nacht met Geert Wilders en we hebben regelmatig de grootste lol. Dus rancune herken ik niet. Bij het lezen van het boek denk ik toch, hè, wat een afrekening is met links. Het is ook een soort van contra-revolte, afzetten tegen de generatie van 68. Iets wat ik vervolgens niet herken. Namelijk een land dat alleen maar in moeilijkheden is geraakt door links. Ik kom vaak buiten Den Haag en ik denk dan aan Vrijthof. Veel mensen voor André Rieu. Ik denk aan Koninginnedag. Ik denk aan dingen als Ronde van Italië die langskomt. En wat het allemaal gemeen heeft, allemaal toch zeer tevreden Nederlanders voor dat soort manifestaties. Nou, hartstikke goed. Heel veel van die tevreden Nederlanders die stemmen op ons. En die denken dat Nederland een mooi land is, maar dat het wel iets beter kan. Dus wat je nu veel leest van, ja, er is zoveel ontevredenheid in Nederland en daar maakt de PVV dan gebruik van. Dat zie ik allemaal niet zo. Ik bedoel, we hebben voor een groot gedeelte een vrolijke achterban. Maar die denken dat sommige dingen beter kunnen. Nee, het gaat de verkeerde kant op. Dat is de analyse van de PVV en Geert Wilders. Ja, nou, sommige dingen gaan de goede kant op. Maar we zijn wel een redelijk optimistische partij. En het feit dat we nu bijna deel uitmaken van de regering. Dat met een beetje agenda voor optimisme. Hoop en optimisme zelfs. Hoop en optimisme, ja. We zitten in het kinderzitje van een regering. Dat geeft aan dat we ook durven om daar om vieze handen te maken. En dan toch nog even de 1968, die afrekening met de 68. Dat was destijds ook al meteen het uiteensplitsen van de zogenaamde solidariteit tussen opstandige studenten en de arbeiders. Maar die kreet was zo belangrijk. De verbeelding aan de macht. Is dat ook niet een beetje de bezieling van Martin Bosma? Nee, maar ik doe dit alles wel vanuit idealisme. Ik heb een geweldige baan en ik ben heel blij dat ik dit doen mag. Maar het is niet zonder risico's. En we ontmoeten ook hele vervelende reacties soms. Ook op je boek? Ja, ook op mijn boek. En mijn mailbox zit niet altijd vol met gezellige mededelingen, zou ik maar zeggen. En zeker als je vanwege zo'n boek een beetje in de publiciteit komt. En dat zijn allemaal hele vervelende dingen. Maar we doen dit soort dingen wel heel erg vanuit idealisme. Ja, onze woordvoerders buitenland die hebben in de laatste week van het parlementaire jaar keihard uitgehaald naar Iran. Die zijn weer opgekomen voor Israël. Nou, dat zijn geen populistische standpunten. Preemptive strike. Ja, dat zou Israël. Preventieve oorlog. Dat zou Israël, als Israël dat doet, dan zouden we daarmee moeten helpen. En dat de Amerikanen stegen ook gelijk op. Ja, de animal cops nog niet, geloof ik. Maar, nee, maar dat zijn wel dingen, ja, we hebben onze nek uitsteken. Die we doen vanuit idealisme. Dat is niet de verbeelding aan de macht. Maar dat is voor ons wel idealisme als leidraad. Maar dat betekent dus dat je doordrongen bent van het gevaar wat er dus is. Wat dus niet gedeeld wordt door iedereen. Nee, door heel veel mensen niet. Maar wat is dan dat gevaar? Ik neem aan dat je doelt op de islam. Dat zien we als een groot gevaar. En maar ga je daarmee niet dan voorbij aan, wat ook vaak geconstateerd wordt, moslima's die het zo goed doen in Nederland, goede opleidingen hebben, steeds hoger op de sociale ladder klimmen. En gaan ook dingen goed? Ja, nou, dat lees je ook in mijn boek. En dat onderken ik ook volledig en daar ben ik alleen maar blij mee. Maar waar gaat het dan fout? Nou ja, het gaat fout met een ideologie die geen compromissen kent. En die ervoor zorgt dat over de hele wereld moslims bovengemiddeld
aan de verkeerde kant van de streep staan. Ik bedoel, als in Israël 40% van de moslims zegt er moet een sharia-staat komen, als in Engeland 40% van de moslims zegt er moet hier een sharia-staat komen, heb je dus een probleem, een groot probleem. Dat, daarmee ontken ik niet dat heel veel moslims gewoon huisje, boompje, beestje doen, lekker naar hun werk gaan, nuttig bijdrage leveren aan de maatschappij. En het boek begint ermee, hè, dat het misschien de verkeerde kant op gaat en ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ja. Want anders wordt het hier Hollandisch dan. Ja, nou ja, er is Bernard Lewis, een van de allerbelangrijkste islamkenners ter wereld. Die zegt Europa, in ieder geval West-Europa, zal aan het eind van de eeuw geïslamiseerd zijn. Over 15 jaar hebben we hier een Gaza-strook. Dat is een voorspelling die waarmee ik iemand citeer uit mijn boek. Dat vind ik wel heel negatief. Maar ja, af en toe lijkt je daar al een beetje de contouren van te zien. Niet zozeer nog in Nederland. Maar in Brussel, in de buitenwijken, in Neukölln, in Berlijn. De banlieues in Parijs, waar de helft van de mannen werkloos is. Waar ja toch de politie nauwelijks nog komt. En dus moeten we vechten voor het te laat is om Churchill aan te halen? Ja. Want dat is ook een citaat, hè, in het boek. Ja. Vechten en hebben wij nog kan. Ja. En hebben we de komende tijd rekening te houden met dit in ieder geval duidelijke gedachtegoed uit het boek. Ja, we zijn nog niet weg. En nog maar net begonnen. Ja, en de minister van Defensie Hans Hille zegt dat wij een tijdelijk verschijnsel zijn. Ik ben benieuwd, om het op zijn Frans te zeggen, on verra, we zullen zien. Dankjewel. Graag gedaan.